Welkom bij het economisch programma In Bedrijf. Een programma vol met nieuws over het bedrijfsleven in Asten en Someren. In deze aflevering besteden we zelfs aandacht aan een bedrijf in Deurne, namelijk Tuinactueel Koppelmans. Dit tuincentrum houdt een winterkermis. Hetty Koppelmans vertelt erover. Hetty Koppelmans, we zijn hier bij Koppelmans in Deurne. Ik ben nog helemaal niet in de stemming van kerstmis, maar jullie wel. Wij zijn al heel lang in de stemming van kerstmis. Ja. We beginnen al eind augustus beginnen we al met bouwen van een kerstthema. Ja. En dan moet het dan klaar zijn 1 oktober. Het thema is dit jaar heel makkelijk, kermis. Ik zie Mallemolen. Ja, we hebben dit jaar gekozen voor het thema winterkermis. Ook omdat wij vonden dat het heel mooi aansloot bij de thema's die we dit jaar hadden. Dus elk jaar hebben we ook verschillende kamers in het kerstthema. En we vonden eigenlijk dat het dit jaar heel mooi aansloot bij de winterkermis. Er komen dus nieuwe dingen. Wat was de trend van dit jaar, van kerstmis? Dit jaar hebben we vooral heel veel pasteltinten, maar ook heel veel industrieel en vooral ook hele groene tinten. Dus veel groen komt er dit jaar in voor. Ben ik er al doorheen gelopen? Alleen om doorheen te lopen is al mooi genoeg. Ik hoef niet eens iets te kopen. Nee, de sfeer doet heel veel. Dus vooral mensen komen ook hier om de sfeer te proeven. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor ons om een goede sfeer neer te zetten. Dat de mensen ook vaker terugkomen om naar de sfeer te kijken. Is jullie een tijd waar jullie naar uitkijken? Kerst is voor ons een hele belangrijke tijd en ook een gezellige tijd. Mensen zijn dan ook echt wel in goede sferen, zeg maar. Dus veel gezelligheid zoeken ze op. Gezelligheid in huis, die toch wel heel belangrijk is. Thema's hebben jullie nog genoeg? Je kunt de eerste jaren nog al vooruit. Nou, we proberen elk jaar een nieuw thema neer te zetten. Dus het wordt wel steeds moeilijker om goede thema's te zoeken en ook te vinden inderdaad. Maar we doen eigenlijk ons best en we hebben wel een heel mooi team waar dat eigenlijk heel goed mee lukt.